In deze nieuwe video van de Roy Fotografie wil ik het hebben over een tip die ik vaak meegeef aan mijn cursisten om de kans op succesvolle foto's nog groter te maken. En waar gaat het dan over? Het gaat eigenlijk over de ISO-waarde. Nou, wat je misschien wel weet is dat met de laagste ISO-waarde dat je de beste, de hoogste kwaliteit foto krijgt. Dus het is sowieso aan te raden om zo lang mogelijk met de laagste ISO-waarde te fotograferen. En bij de meeste camera's is dat ISO 100 of ISO 200. Maar er zijn situaties dat het eigenlijk niet meer kan. Dus dat je een hogere ISO-waarde moet kiezen. Denk bijvoorbeeld aan spelende kinderen in huis. In huis is eigenlijk altijd weinig licht en te weinig licht om foto's te maken met een hele lage ISO-waarde. En als jij de beweging van de spelende kinderen op de foto wilt zetten, maar niet de beweging wilt zien, dus dat je eigenlijk de bewegingen bevriest, dan heb je een snellere sluittijd nodig. En dat is binnen vaak alleen te bereiken met of een externe flitser of met behulp van een hogere ISO-waarde. Hetzelfde geldt als je een leuk feestje hebt en het wordt gehouden in een gezellig zaaltje, mooie sfeerverlichting. Dat is ook zo'n situatie dat er te weinig licht aanwezig is om foto's te maken met ISO 100 of ISO 200. Nou, opnieuw heb je dan de keuze, gebruik je een externe flitser. Dat kan wel, maar het neemt wel een beetje de sfeer weg uit de foto. Dus je kunt ook de ISO-waarde gebruiken om die te verhogen. Nou, wat ik dan vaak hoor is, als ik mijn ISO-waarde verhoog, dan krijg ik beeldruis. En dat is natuurlijk ook zo. En afhankelijk van hoe nieuw je camera is, heb je veel of weinig beeldruis. De nieuwere camera's hebben minder beeldruis, de duurdere camera's vaak ook minder. Maar ik zeg altijd, liever een foto met een beetje beeldruis dan een foto die helemaal onscherp is. Want als jij geen externe flitser hebt en de enige mogelijkheid is eigenlijk het verhogen van de ISO-waarde. Als jij besluit om de ISO-waarde niet te verhogen, omdat dat beeldruis geeft, dan kun je er bijna van uitgaan dat, dat tijdens de opname, tijdens het maken van de foto, dat jij je hand een klein beetje beweegt. En dat de foto helemaal onscherp is. Dus in dat opzicht is het aan te raden om de ISO-waarde toch omhoog te zetten. Het levert een beetje beeldruis op, maar mocht je een fotobewerking doen, beeldruis is altijd weer een beetje terug te dringen met behulp van Photoshop of Adobe Lightroom. En wees dus niet bang om de ISO-waarde omhoog te zetten. Laat jij je ISO-waarde te laag staan in situaties waarin weinig licht aanwezig is, dan kun je ervan uitgaan dat heel veel foto's onscherp zijn en dat je er helemaal niets aan hebt. Dus zet de ISO-waarde gewoon omhoog, wees niet bang voor die beeldruis en zorg er gewoon voor dat die foto's scherp zijn, want dat is het allerbelangrijkst. Nou, wil je meer leren over fotografie? Kijk op mijn website deroyfotografie.nl. Je kunt daar lezen over fotografie, je kunt daar nog meer video's vinden. Je kunt ook aanmelden voor cursussen, cursussen op locatie, maar ook heel veel online cursussen. Dus voor iedereen is er wel iets te vinden. Binnenkort verschijnt weer een nieuwe video op mijn website en op mijn YouTube kanaal. Dus blijf alles in de gaten houden. En wil je alles weten over de laatste nieuwtjes van de Roy Fotografie, schrijf dan in voor de gratis nieuwsbrief die je 2 keer per maand ontvangt. En je ontvangt ook direct een gratis e-boekje met extra fotografietips. Tot de volgende keer!